In deze editie van de ATV Vaderdagserie spraken we met enkele vaders in de binnenstad. Zij zijn de mening toegedaan dat moeders meer aandacht krijgen, terwijl ook de vaders een belangrijke rol vervullen in het leven van het kind. Vaders vervullen vooral een belangrijke rol bij het aanleren van waarden en normen aan hun kinderen. Nu wordt het niet draait. Dan moet je goed met je kinderen praten, kijk. Je gaat op school, doe je best. En voor mij doe je best. Je doet je best voor jezelf, want je papieren zijn je eerste man. Ja? En eerste vrouw ook. Je hebt een meisje of een jongen. Maar meestal is het zo, wie zit je papieren behalen in zo'n tijd? Je krijgt geen werk, je kan geen werk vinden. Het is moeilijk om werk te vinden. Het is moeilijk om werk te vinden. Anders moet je iemand hebben die achter daar zit op een werkplaats. Dan kan het voor je regelen. Maar anders gaat het niet. Dan gaat het niet gaan. Je kan je kinderen goed uitleggen, maar... Soms gaat het wel goed, soms gaat het helemaal niet goed. Ik heb twee meisjes, twee jongens. Eén blijft in Nederland, één is met die vorige vrouw en die vrouw met wie ik leef. Nou, ik heb thuis twee jongens. Maar altijd praat ik met ze. Ik praat met ze, ik hou van ze. Ik hou van mijn kinderen, ik hou van kinderen. Als ze gaan slapen, ik smeek voor zichzelf, ik kijk naar ze. Dan kijk ik de twee engels op van me slapen. Okay. En wat wilt u voor uw kinderen achterlaten? Kennis. Kennis, ik heb zoveel geleerd, ik heb mijn kennis, omdat ik niet mijn kennis oefen. Als jullie mijn kennis oefenen, gaan jullie zelf zien, mensen gaan met jullie leven. Ik heb ze gezegd, niet veel voor papa, niet veel voor mama. Dan ga je zelf zien hoe mensen worden. Want je kan een vrouw niet meer in de vrouw schuwen. En die vader is flink, dan niet van die vader. Dan ga je zien hoe mensen met je gaat leven. Een andere vader die de nieuwsdienst sprak, geeft ook aan dat er meer aandacht is voor de moeders. Echter vindt hij dat de vaders niet achter moeten blijven. Vaders moeten soms de rol innemen van zowel vader als moeder. Voor hem is het belangrijk dat vaders hun kinderen leren om eerbiedig te zijn. Sowieso, ze moeten eerbiedig zijn aan iedereen, groot en klein. Weet je, normen, waarden, dat ze gewoon doen wat ze moeten doen en niet gaan doen wat buiten proportie is. Weet je, gewoon netjes opvoeden en netjes omgaan met mensen. Weet je, sparen. Weet je dat je een man, een vrouw wordt in de maatschappij. Ik ben zelf gelovig en dat ga ik zo achterlaten. Weet je, wat ze ermee doen, dat moeten ze zelf weten. Maar dat laat ik sowieso achter. En sowieso ook de waardes wat er is. Ik ga niet zeggen van, hé, ik ben oud, ik ga verkopen. En nee, daarom begin ik niet. En heeft u een boodschap aan vaders die het minder goed doen, maar ook vaders die het goed doen? Wat heeft u aan te zeggen? Ja, kijk, hou gewoon moed en doe goeds en goeds ontmoet je terug.